Ja, de hersenen staan volop in de belangstelling de laatste jaren. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de vele boeken die over dit onderwerp zijn verschenen. Nou, we laten er even een paar zien. Dat zijn onder andere de boeken van Dick Swaap, het laatste boek Ons Creatieve Brein. Dat is ook Het Puberende Brein van Eveline Kroonen, Het Maakbare Brein van Margriet Sitskoorn. En het boek De Vrije Wil Bestaat Niet van Victor Lamme. Ja, en er zijn er nog vele meer. Daar gaan we het allemaal niet over hebben, maar ik vond het wel leuk om op deze manier dit programma in te leiden. We maken een programma over neuropsychologie. Dat is natuurlijk een onderwerp wat daar dicht tegenaan schurkt. En te gast is Jan-Pieter Teunissen. Welkom. Dankjewel. Ja, nou, misschien kun je zelf zeggen wat je doet in de praktijk. Ja, ik werk voor Dr. Leo Kammerhuis, een centrum voor autisme, als neuropsycholoog en als onderzoeker. En daarnaast werk ik op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als lector levensloopbegeleiding bij autisme. Ja. Nou ja, en de hangvraag is, wat doet een neuropsycholoog? Ja, als je zo die boeken ziet, dan zou je denken van dat een neuropsycholoog misschien wel heel erg naar de hersenen zelf kijkt, met allerlei elektroden op het hoofd bezig gaat en met scans en zo. Maar dat is niet wat een neuropsycholoog doet. Een neuropsycholoog doet wel onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag, maar doet dat via testonderzoek. Dus via allerlei opdrachten en taken die gegeven worden, proberen we eigenlijk een beeld te krijgen van de manier waarop mensen informatie verwerken, of dat dingen anders gaan, misschien ook wel stoornissen zitten, hè, zoals bijvoorbeeld bij dementie, dat het geheugen uitvalt en andere functies uitvallen. Of juist functies ook heel goed werken. Hè. Het is niet alleen maar dat dingen slecht gaan, zeg maar, waar we naar kijken, maar ook van zitten er misschien ook hele sterke kanten in die informatieverwerking. En bij autisme is het juist weer heel interessant om te kijken, loopt het niet zozeer slecht of goed, maar loopt het anders dan bij andere mensen? En het doel daarvan is ook niet zozeer om dan te kijken van, goh, en waar in de hersenen zou zou er dan iets anders gaan of iets verkeerd zitten of zo. Maar we kijken veel meer de andere kant op van wat betekent dat eigenlijk voor het dagelijks leven. Voor de persoon zelf, ja. He, als die ergens tegenaan loopt in het dagelijks leven, kunnen we door het afnemen van die taken een idee krijgen waar dat aan zou kunnen liggen. Zou dat iets te maken kunnen hebben met een andere manier van kijken, van een andere manier van informatie verwerken, een andere manier tot beslissingen komen? Hmm. Ja. Nou, we gaan er nog veel meer van horen in dit programma. Misschien is het goed om toch even toe te lichten hoe we dit hebben opgebouwd. Drie delen. In het eerste deel gaan we wat meer in op de theorie, de achtergronden zoals we die zojuist hebben gehoord. In deel 2 gaan we een casus bespreken. Een casus van Johan, 21 jaar, autisme. Een man die vastloopt in zijn werk, in zijn leven en die daar meer over wil weten. En in het derde deel van dit programma gaan we wat meer stilstaan bij de nieuwe ontwikkelingen. Ja, en de meest logische beginvraag is eigenlijk van hoe wordt nou die informatie in onze hersenen verwerkt? Ja, dat is natuurlijk een heel complex verhaal. Maar als je het heel simpel zou proberen weer te geven, dan zou je het als het ware in drie stadia kunnen verdelen. Eerst moet er allerlei informatie binnenkomen. Hè? Dus je neemt van alles waar via de ogen, de oren, je voelt van alles, je ruikt van alles. Heel veel informatie komt er op je af. En je hersenen, het eerste wat die al doen, is daar heel selectief informatie doorlaten. Of zeggen van, nou, die informatie is niet zo belangrijk, daar gaan we niet zoveel meer mee doen. En dat betekent dus ook, om dat te kunnen beslissen, dat die hersenen al een soort doel moeten hebben waar je mee bezig bent. Hè, je wil iets bereiken, je bent ergens mee bezig wat je af wil maken. En op die manier filter je al de eerste informatie. Je stuurt op die manier bijvoorbeeld je aandacht al. Waar ga je naar kijken, waar let je op, waar let je niet op? Moet je heel erg gefocust zijn of moet je juist heel erg breed zijn in je aandacht? Moet je juist heel veel informatie binnen laten komen omdat je dat nodig hebt voor de dingen die je op dat moment aan het doen bent? Je hebt je geheugen nodig, want je moet herinneren wat je gaat doen. En sommige informatie moet je ook niet meteen weer vergeten, maar moet je misschien over een uur, misschien zelfs pas over een week weer boven kunnen halen, omdat je dan iets moet doen. Dus dat gebeurt er allemaal in die hersenen. Je moet vervolgens tot een interpretatie komen van alles wat er binnenkomt. Snappen van wat gebeurt er om me heen. Hoe pas ik me daarop aan van wat er om me heen gebeurt. En op zo'n manier dat ik ook mijn doel ga bereiken. En uiteindelijk moet dat tot beslissingen leiden die tot handelen leiden. Tot iets gaan doen. Dus je hebt de input, de waarneming. Je hebt de verwerking, de interpretatie van de gegevens en je hebt uiteindelijk de output, dat is iets gaan doen. Ja. Ja. Ik wil even overstappen naar de verklaringsmodellen, de veel gebruikte
Ik zei net, ik noem ze liever beschrijvingsmodellen. Ja, Dat zijn drie gangbare modellen die gebruikt worden, ook in jullie vakgebied, hè, om autisme beter te kunnen begrijpen. Hè. Ja, ja. Nou, dat is misschien ook nog wel goed om te zeggen, hè, dat bij de neuropsychologie kun je dus gaan kijken van zijn er stoornissen in die hersenen, in die neuropsychologie. Zijn dat dingen heel goed? Maar je kunt ook gaan kijken van loopt de informatie niet zozeer gestoord, maar verloopt die anders dan bij anderen? En dat is eigenlijk veel meer het geval bij mensen met autisme. Hè? Dus dan spreken we ook niet zo van cognitieve stoornissen, maar van cognitieve stijlen. Ja. En die verklaringsmodellen of die beschrijvende modellen, die helpen om die andere manier van informatieverwerking beter te begrijpen. Van hoe ziet dat er dan precies uit en waar... Ja, we kijken even naar het beeld. Ze staan nu ook in beeld. Ja, dit zijn die drie beschrijvende modellen. De Theory of Mind, de executief functie-centrale coherentie. Ja. Het zijn lastige en moeilijke begrippen. Ja. Maar misschien, we gaan er ook even per model naar kijken. We hebben ook animaties van ieder model. Maar misschien kan je ze dan inleiden, toelichten. En dan gaan we daarna naar de animatie kijken. Ja, om te beginnen met Theory of Mind. Ja. Theory of Mind. Van mensen met autisme wordt wel gezegd dat veel mensen met autisme een zwakke Theory of Mind hebben. En daarmee bedoelen we dat ze moeite hebben om zich te verplaatsen in de gedachten, de gevoelens en de intenties van andere mensen. Waar dat bij mensen zonder autisme als het ware automatisch gaat. Je hoeft er geen moeite voor te doen. Eigenlijk een heel intuïtief proces. Noemen we dat ook wel empathie en invoelend vermogen? Of? Dat heeft er wel mee te maken. Maar ja, het zit net iets anders dan empathie, zeg maar. Dat is echt het invoelen van anderen. En Theory of Mind is meer het kunnen verplaatsen in anderen, meer dan alleen het invoelen, maar ook het begrijpen, ook het cognitieve deel daarvan, zeg maar. En eigenlijk is het een beetje een rare, misleidende term om te zeggen dat mensen met autisme een zwakke Theory of Mind hebben. Eigenlijk lijkt het erop dat ze vaak een veel te sterke Theory of Mind hebben, veel te veel een theorie hebben over wat andere mensen denken, heel cognitief, heel rationeel bedenken wat er in andere mensen omgaat, heel erg beredeneerd. Terwijl dat bij andere mensen veel minder beredeneerd gaat en veel intuïtiever, veel spontaner gaat, zonder dat je het zelfs tegen kunt houden. We gaan even kijken naar een animatie over de Theory of Mind. Ja. Theory of Mind. Wat wordt daarmee bedoeld? Een alledaagse scène van twee vrouwen. De een kijkt naar de ander. De ander kijkt weg. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Onze hersenen moeten hard werken om deze complexe boodschap te begrijpen. Emoties moeten worden herkend. Lichaamstaal moet worden begrepen. En als er wat gezegd wordt, moet de taal worden geïnterpreteerd. De hersenen moeten al die informatie razendsnel verwerken, zodat je je kunt verplaatsen in die ander en begrijpt wat er aan de hand is. Dit soort dingen gaat niet vanzelf. Dat leer je vanaf je geboorte. Bij een normale ontwikkeling leert een baby vanaf de geboorte het gedrag van andere mensen te begrijpen en te imiteren. Zo leert een baby dat als er iets leuks wordt verteld, dat daar lachen en plezier bij hoort en dat je dat kunt beïnvloeden. Een baby leert ook hoe je iemand boos maakt en hoe je zelf boos moet doen. Verbanden worden herkend. Een baby leert zo verschillende soorten emoties en reacties herkennen en begrijpt gaandeweg wat ze betekenen en in welke situaties ze worden gebruikt. Dat noemen ze de ontwikkeling van de Theory of Mind. Het is alsof een grote rugzak gevuld wordt met ervaringen. Met een goed gevulde rugzak kun je het gedrag van een ander voorspellen en begrijpen. Je kunt je voorstellen hoe een ander zich voelt of wat de ander denkt. Je begrijpt dat een ander andere dingen denkt dan jijzelf. Bij mensen met autisme lijkt het alsof de rugzak met ervaringen minder vol zit. De ontwikkeling van de Theory of Mind verloopt anders. Er is vanaf de babytijd al minder gericht kijken en minder imitatie. De behoefte aan gedeelde aandacht is in de regel verminderd of afwezig. Doordat de ontwikkeling van de Theory of Mind anders verloopt, hebben mensen met autisme grote moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen of emoties. Uitdrukkingen van boosheid, ergernis of blijdschap worden moeilijk begrepen. De informatie komt wel binnen, maar blijft niet hangen. Lijkt geen plek van betekenis te krijgen. Als je niet kunt zien wat de ander bedoelt,
hoe de ander zich voelt, als de context van een boodschap niet helder is, is de wereld moeilijk te begrijpen. Een situatie als deze zal bij mensen waarbij de theory of mind beperkt ontwikkeld is, dan ook niet goed worden begrepen. Door gebrek aan inlevingsvermogen begrijpen ze de bedoeling, de intentie van andere mensen niet. Ja, dat was de theory of mind. Is het nou ook zo dat als je autisme hebt, diagnose autisme hebt, dat er dus altijd sprake is van een andere theory of mind? Nee, niet per se. Het is niet zo, hè, die drie verklaringsmodellen die helpen om te kijken naar hoe het bij mensen met autisme anders zou kunnen gaan. Maar je ziet daar heel veel variatie in bij mensen met autisme. En bij de een zie je dat de theory of mind eigenlijk redelijk hetzelfde functioneert als bij andere mensen. En dat de problemen meer op die andere twee gebieden ligt. En dus daar kun je gewoon bij mensen heel veel verschillen in zien. We gaan naar de centrale coherentie. Ja. Het tweede beschrijvende model dat we bespreken. Ja, wat we bij Theory of Mind zagen is dat vooral gaat over het begrijpen van mensen. Je zou kunnen zeggen dat centrale coherentie vooral gaat over het begrijpen van situaties. Wat ik in het begin al zei, er komt heel veel informatie op je af als je in een situatie instapt. Je komt hier bijvoorbeeld de kamer binnenlopen, je krijgt een hele hoop prikkels tegelijk. Je ziet lampen, een tafel, mensen zitten. Wat bij veel mensen automatisch weer gebeurt, is dat er meteen een soort idee is van wat is er aan de hand. Een soort betekenis geven aan de situatie. Waarbij je vooral let op die dingen die daarvoor van belang zijn. Dus ook weer dat filter wat daarbij optreedt. Je kijkt vooral van wat heb ik nodig om te snappen wat er gebeurt. Als je een zwakke centrale coherentie hebt, dan blijven al die prikkels als het ware even sterk aanwezig. Je wordt overspoeld met al die prikkels. En je kunt je helemaal verliezen in allerlei details van al die dingen die je ziet. Hè? In al die lampen, dat je gaat kijken van, waarom staan die daar? Hoeveel zijn het er precies? Er zijn ook nog lampen aan het plafond. Hoeveel zijn er dat? Die met de betekenis van wat hier gebeurt eigenlijk niet zoveel te maken heeft. En dus je kunt je dan heel erg verliezen in de details. En eigenlijk missen van wat er aan de hand is. Ook daar hebben we een animatie van. We gaan kijken naar de centrale coherentie. Centrale coherentie, wat is dat? Er komen in het dagelijks leven enorm veel prikkels op ons af. Deze prikkels pikken we op via onze zintuigen. Deze prikkels komen in feite afzonderlijk onze hersenen binnen en worden op verschillende plekken in onze hersenen verwerkt. Maar daar blijft het niet bij. Wanneer de hersenen de signalen hebben ontvangen, wordt de informatie direct doorgegeven aan andere hersengebieden. Op die manier wordt de informatie uit de verschillende hersengebieden met elkaar verbonden. Door deze verbinding krijgt de informatie betekenis. Dat denkvermogen noemen ze centrale coherentie. Mensen met autisme hebben vaak een beperkte centrale coherentie. Een verstoring in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden. Informatie van de verschillende zintuigen wordt niet goed met elkaar verbonden. En er ontstaat geen totaalplaatje. Daardoor krijgen voorwerpen en situaties onvoldoende betekenis. Een kind met autisme zou zomaar kunnen denken dat er een feestje is als het een winkel met feestartikelen binnenkomt. Het beoordeelt de feestartikelen niet in relatie tot de winkel. Onze hersenen maken voortdurend keuzes in welke prikkels belangrijk zijn en welke niet. Er is een belangrijk filter aan het werk om details van hoofdzaken te scheiden. We selecteren de belangrijke informatie en gaan daarmee aan de slag. De minder belangrijke informatie wordt niet opgeslagen. Bij veel mensen met autisme werkt dit systeem van selecteren minder goed. Alle informatie wordt als even belangrijk opgeslagen. Elk detail is van even grote waarde. Als een kind met autisme gevraagd wordt een kilo appels af te wegen, dan kan het gebeuren dat het precies een kilo wil afwegen. Niet ietsje meer en ook niet ietsje minder. Als iemand het woord huis gebruikt, dan kan dat groot of klein zijn, van hout of van steen, met een puntdak of met een platdak. Maar we begrijpen in algemene zin wat met de categorie huis wordt bedoeld. We hebben de hoofdkenmerken van huis te pakken. Maar bij mensen met autisme zijn alle kenmerken van even groot belang. Er is geen algemeen beeld van huis. De voorstelling van het begrip huis komt moeilijk tot stand. Dat geldt ook voor de waarneming van sociale situaties.
Iedere situatie voelt als nieuw en is iedere keer weer anders. Alsof het voor de eerste keer weer binnenkomt. Ja, dat was de centrale coherentie. Dan hebben we nog een derde verklaringsmodel. Dat zijn de executieve functies. Ook gangbaar, heel veel gebruikt, ook in de diagnostiek rond autisme. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, we hadden net bij Theory of Mind de centrale coherentie. Zat je eigenlijk veel meer aan de waarnemingskant, het begrijpen wat er om je heen gebeurt. Je zou kunnen zeggen, de executieve functies zitten meer aan die handelingskant, aan die outputkant, zeg maar, van hoe kom je tot gedrag. En daarbij komt kijken dat je moet kunnen plannen, kunnen organiseren, overzicht houden. Je moet kunnen anticiperen op veranderingen in de situatie. Dus als je een bepaald doel voor ogen hebt, maar dat doel is niet meer relevant, dat je je strategie los moet kunnen laten en naar een andere strategie moet bedenken om ergens te komen. Dus het is eigenlijk een verzameling van functies, hè. Het is ook meervoud, executieve functies, die helpen om doelgericht gedrag te kunnen laten zien. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan kijken naar een animatie over de executieve functies. Executieve functies, wat wordt daarmee bedoeld? Om boodschappen te doen, moet je een plan maken, in je hoofd. Je moet bedenken wat je gaat kopen. Waar je naartoe gaat, hoe je daar naartoe gaat, hoeveel geld je meeneemt, hoe lang het gaat duren. Dat klinkt simpel, maar is best ingewikkeld. Het bedenken, organiseren en plannen van al die dingen. Onze hersenen zijn normaal in staat dit proces te organiseren en aan te sturen. Stap voor stap voeren we het plan uit. Bij mensen met autisme is de regelende en organiserende functie niet voldoende ontwikkeld. Ze kunnen zich moeilijk voorstellen welke stappen er nodig zijn, hoeveel tijd het gaat kosten en hoe je een plan maakt. Een kind met autisme kan bijvoorbeeld grote moeite hebben om 's ochtends op tijd klaar te zijn voor school. Een eenvoudig stappenplan op papier kan dan helpen. Een kind kan dan precies de stappen afwerken en raakt veel minder gestrest. Onderzoek toont aan dat mensen met autisme in de regel minder werkgeheugen hebben, minder strategie om te plannen en minder flexibel zijn in hun denkprocessen. Ook het automatiseren van handelingen verloopt vaak moeizaam. Dat noemen we allemaal problemen met de executieve functies. Ja, we zagen nu drie belangrijke verklaringsmodellen. Maar zijn er ook nog andere ideeën over hoe mogelijk informatie in de hersenen van mensen met autisme wordt verwerkt? Er zijn natuurlijk wel, bijvoorbeeld mensen met autisme zouden misschien problemen kunnen hebben met het waarnemen van gezichtsexpressies. Hè? Maar het is de vraag of dat een apart verklaringsmodel voor autisme als geheel is, of dat dat een onderdeel is van een van die andere verklaringsmodellen. Ik denk het voordeel van deze drie modellen is dat het wat bredere modellen zijn die niet op één detail, zeg maar, van een theorie. Ja. En die ook wel het meest gangbaar zijn in jullie vakgebied. Ja, die het meeste helpen eigenlijk om de link naar het dagelijks leven ook te maken. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou we houden de theorie tot hier. Hè? Ja, okay. Want we hebben nog een casus die we willen bespreken. Ja. En dat gaan we doen in deel 2. Ja, hoe kan die neuropsychologie en die tests die jullie afnemen nou van betekenis zijn in de praktijk? Nou, dat willen we gaan verhelderen aan de hand van een casus die jij hebt ingebracht. Ja. Hè? De casus van Johan, een jongen van 21 jaar. En waarover we een animatie hebben gemaakt, zodat er even een helder beeld is over wie we het hebben. Waarom loopt Johan vast? Dit is Johan, 21 jaar. Hij heeft de diagnose Asperger en ADD. Hij heeft het gevoel dat hij vastloopt. Sinds kort is hij werkeloos, zijn arbeidscontract werd niet verlengd. In het ontslaggesprek kreeg hij te horen dat hij verbaal sterk is, maar dat er serieuze leerpunten zijn. Sneller op gang komen, meer motivatie en werk goed afmaken. Sinds kort werkt hij als vrijwilliger in een museum. Johan vindt omgang met andere mensen moeilijk. Inleven vindt hij lastig. Het voelt voor hem alsof iedere sociale situatie een rekensom is, die je moet oplossen door te observeren en logisch te analyseren. Plannen en overzicht houden is ook een zwakke kant, vertelt Johan aan de psycholoog. Hij raakt het overzicht soms volledig kwijt. Hij vindt het ook vervelend dat zijn moeder zich zoveel zorgen maakt om hem. Johan wil nu graag weten wat bij hem past, welke opleiding en welk werk. Ja, dat is Johan. En de vraag is duidelijk.
Johan wil graag wat meer zelfinzicht krijgen, kun je eigenlijk wel zeggen. Hè? Hij wil weten wat bij hem past. Wanneer wordt nou de neuropsycholoog ingeschakeld? Ja, eigenlijk op het moment dat niet helemaal duidelijk is van wat er nou precies speelt. Je merkt dat Johan vastloopt. De diagnose heeft hij al. Dus eigenlijk ook dat is wel duidelijk. Van, nou, er speelt iets van autisme en in zijn geval ook ADD. Maar als je dan kijkt van waarom loopt hij nou precies vast. En je komt dan niet uit door te vragen en goed naar de situatie te kijken. Dan kan het helpen om ook eens naar de cognitie te kijken. Van speelt dat misschien een rol waarom hij moeite heeft om bijvoorbeeld zijn werk goed af te maken. Ja, met cognitie bedoel je de informatieverwerking. Ja, de informatieverwerking. Ja. Ja. En wat doe je dan? Hoe ga je dan te werk? Eerst is belangrijk dat je een goede vraag krijgt. Hè? Dat we als neuropsycholoog ook weten van wat is nou precies de vraag die je hebt waar we achter moeten komen. Want wat ik net al zei, neuropsychologie, de informatieverwerking, is iets waar heel veel in gebeurt. En je wil alvast een beetje een richting hebben van waar zit het probleem. En op basis van die vraagstelling en ook andere informatie uit het dossier ga ik dan kijken van welke taken ga ik alvast klaarzetten die ik dadelijk bij Johan kan gaan afnemen. Als Johan dan binnenkomt, dan ga ik eerst ook met hem in gesprek. Om juist in die situaties waarin het niet goed gaat, eigenlijk door te vragen van vertel nou eens precies wat er dan gebeurt, wat er in je hoofd omgaat. Want dat geeft ook al een beeld, niet alleen hoe Johan er tegenaan kijkt, maar misschien ook al wel waar ik het moet gaan zoeken van waar het probleem zou kunnen zitten. Het gaat niet alleen om die problemen, ik ben ook op zoek van waar ben je nou eigenlijk goed in? Hè? Dus wanneer heb je geen last van die problemen? Wanneer kom je als het ware juist tot bloei? Want dat kan ook heel erg helpen om een goed beeld te krijgen van wat er bij Johan speelt. Mm-hmm. Hoe kijkt hij tegen zijn autisme aan? En wat ik vervolgens tegen hem zeg is van, ik gebruik een aantal taken om met jou te gaan zoeken van wat het probleem is. Maar we zitten hier in een testsituatie, is heel wat anders dan op je werk waar het allemaal fout gaat. Dus ik heb jou ook nodig om te kijken wat er in die testen gebeurt, wat er daar gebeurt en of er dan ongeveer hetzelfde gebeurt als wat er dan in die situatie in het dagelijks leven gebeurt. Dus ik maak hem een soort bondgenoot zeg maar, van het onderzoek. Het is niet zo van ik doe het onderzoek en hij is degene die onderzocht wordt. Ja. We doen het eigenlijk echt samen. En dat is ook echt heel belangrijk dadelijk bij de interpretatie van die gegevens die ik heb, om te snappen van waarom komt iemand wel of niet tot een goede oplossing. Het gaat om een jongen met een goede of een normale intelligentie, dat hoef je niet te onderzoeken. Nee. Wat voor taken leg je hem dan voor? In eerste instantie kijken we wel naar hele basale dingen als aandacht en geheugen. En dat hebben we bij Johan ook gedaan. Zit daar misschien toch stiekem een probleem in, ook al is hij intelligent, maar dat hij moeite heeft. Hij heeft die diagnose ADD bijvoorbeeld ook. Dus er zit misschien ook wel ergens een aandachtsprobleem bij de cognitie. En het gaat om soms hele simpele taken als het steeds laten horen via de computer van een toontje, wat op een gegeven moment ineens een ander toontje wordt en dat hij dan zo snel mogelijk moet reageren. Hoe snel is hij dan? Maakt hij daarbij fouten? En in hoeverre is hij daar tot zo'n simpele aandachtstaak in staat, zeg maar? En dat kun je ook visueel doen. En dan maak je het wat moeilijker, dat je op een blad, dat is dan weer geen computertaak, allerlei letters verspreid staan over het blad en hij moet zo snel mogelijk lijntjes trekken van de A naar de B, naar de C, naar de D. Dus je moet daar je aandacht kunnen verdelen over dat hele blad. En vervolgens maken we het nog wat moeilijker, want dan wordt het afgewisseld met cijfers en letters. En dan moet je dus steeds schakelen tussen concepten. Dus je vraagt eigenlijk steeds meer. Hè, het gaat alleen nog maar over aandacht. Steeds complexere taken om te kijken hoe gaat het met die aandacht. Nou, ja. Voor Johan was dat allemaal geen probleem. Hij deed die taken allemaal hartstikke goed. Ook zijn geheugen verbale geheugentaak, een lange woordenlijst die we een aantal keren aanboden. En dan gaan we kijken, zie je dan dat die, als je het vaker aanbiedt, ook steeds meer woorden kan onthouden. En niet alleen kan hij steeds meer onthouden, maar hoe doet hij dat eigenlijk? Houdt hij dezelfde volgorde van de woorden aan zoals ik het heb voorgelezen?
Of gaat hij daar heel actief mee om? Zegt hij van, hé, ik herken daar wat gereedschap in. Als ik die nou eens even bij elkaar onthoud, dan allerlei geheugenstrategieën toepassen. Past hij die toe of is hij eigenlijk heel passief daarin? En als je dan even weer wat andere taken doet en dan even later vraagt van, oh ja, 15 minuten geleden hebben wij die woordenlijst voorgelezen. Wat weet je daar nu nog van? Kijken, hoe lang blijft dat eigenlijk hangen? Nou ja, dat soort taken kijken we in eerste instantie. Dan gaf Johan aan dat hij zich in sociale situaties bijvoorbeeld ongemakkelijk voelt, gestrest voelt. Wat voor taken leg je hem dan voor? Ja, dan kom je eigenlijk bij die modellen waar we het net over hadden. Als je goed luistert naar wat er gebeurt, sommige mensen twijfelden ook van, ja, is hij eigenlijk wel gemotiveerd? Misschien kan hij het wel, maar wil hij het helemaal niet? Het lijkt alsof hij geen overzicht heeft, dat gevoel heeft hij zelf ook. Dus dan ga je denken van, nou, misschien zit er iets bij die executieve functies. Dus hebben we een aantal taken afgenomen die gaan over planning en over het ontwikkelen van een strategie. Bijvoorbeeld, stel dat je een sleutel kwijt bent en je moet dat gewoon op een... op papier moet je dan een route aangeven van hoe jij zou gaan lopen om in een bepaald gebied te gaan zoeken naar die sleutel, zodat je zeker weet dat je hem gaat vinden. En je ziet dat mensen daar heel andere strategieën bij laten zien. Sommigen hebben een hele efficiënte, systematische strategie, zodat je ook zeker weet van, nou, die gaat de sleutel wel vinden. En anderen, ja, die lopen een beetje kriskras over dat papier heen en denken van, ja, als hij dat in het echte leven ook zo doet, dan zal hij vaak zijn sleutels kwijt zijn. Dat deed Johan overigens prima. Ook geen probleem. Dus daar zat het hem niet in. Hè? Dus je kunt ook dingen gaan afstrepen. Ja, ja. Van, oh, dat is het niet. Een andere is, gaat het over planning. Een overzicht en informatie in je hoofd vast kunnen houden om je doel te kunnen bereiken. Dan krijg je een platte grond van een dierentuin in dit geval. En de vraag is dan van, je krijgt dan een instructie. Kun je een route door die dierentuin plannen, waarbij je die en die en die dieren allemaal bezoekt? Het hoeft niet in die volgorde, dus je moet zelf kijken wat de handige volgorde is. Maar je moet wel op een aantal dingen letten. Sommige wegen die gestippeld zijn, die mag je zo vaak gebruiken als je wil, dan mag je nog een keer komen. Andere wegen, als je daar eenmaal geweest bent, mag je daar niet meer terugkomen. Dus hou daar rekening mee met je planning. En je moet daar beginnen en daar eindigen. Dus je hebt eigenlijk heel veel dingen waar je rekening mee moet houden. En wat zie je dan bij Johan? Doet hij ook heel goed. En hier denk je eigenlijk van, als je kijkt naar waar hij tegenaan loopt, van, nou, dit zou wel eens een taak kunnen zijn wat moeilijk voor hem zou kunnen zijn. Want hier moet je kunnen plannen, het kunnen uitvoeren. Dat deed hij ook goed. Waar ging het minder goed met Johan? Eigenlijk op die executieve functietaken deed hij het over het algemeen wel goed. Hij kan dat dus eigenlijk wel. Hij kan plannen, hij kan ook meerdere taken naast elkaar doen en in de tijd als het ware bedenken van wanneer doe ik welke taak en zo, dat het precies allemaal uitkomt. Dat kon hij eigenlijk allemaal best wel goed. Het enige wat bij een van die taken opviel is, dat was een schakeltaak. Hè, dus waarbij hij een regel moest ontdekken bij het sorteren van kaartjes. Nou, ontdekte die, is heel intelligent. Maar die regel werd stiekem veranderd en toen merkte je dat hij zoiets had van, oh, nou weet ik het even niet meer. En toen maakte hij een hele hoop fouten. Hij ging als het ware niet actief op zoek naar een nieuwe strategie. Van, deze strategie werkt niet meer. Het leek wel alsof hij afhaakte. En op een gegeven moment pakte hij het toch wel weer op. Maar dit vond ik wel iets wat ik dacht van, hey, dit is iets, daar moet ik op doorvragen. Is dit ook iets wat je in het dagelijks leven misschien wel tegenkomt? Ja. Dat was over die executieve functies. Maar eigenlijk, die vielen dus eigenlijk wel mee. Maar als je dan meer naar sociaal-emotionele taken gaat kijken, die gaan over theory of mind, over centrale coherentie, hè, het begrijpen van een situatie, het kunnen inleven in die gedachten en gevoelens van anderen, dan merk je dat hij daar heel veel problemen mee had. Een voorbeeld is een vertelplaat waarop heel veel te zien is. Er zijn heel veel mensen op te zien, er staan ook twee auto's tegen elkaar, er is een bioscoop en het is op een kruispunt, er is een agent en kinderen die aan het stoeien zijn. En de vraag is eigenlijk heel open in eerste instantie van, goh, bekijk de platen en vertel er eens wat over. Dus wat je dan eigenlijk vraagt is van, hoe kijk jij naar deze plaat en hoe geef jij hier betekenis aan? En bij veel mensen gaan dan daar toch een verhaal van maken. Van, oh, ik zie dat er een botsing is gebeurd en dat zullen wel de bestuurders zijn. Die agenten erbij, die maken daar een heel verhaal van. En
bij Johan zag je eigenlijk dat hij, dat was ook het eerste wat hij zei, van ja, wat moet ik dan vertellen? Ja, ik vind het een drukke, chaotische plaat. Hij ervaarde dus echt als chaos. En hij noemde wel dat er een botsing was, maar het bleef verder allemaal heel erg fragmentarisch. Hij ging van element naar element en het werd niet echt een verhaal. Hij was echt aan het zoeken van waar gaat dit over? En ook als je vroeg van, goh, vind je nou dat er ook iets opvallends, iets vreemds op die plaat te zien is? Veel mensen zeggen dan van ja, het is eigenlijk wel raar dat, dat die man op dat bankje, hè, er zit een man een krant te lezen, terwijl er van alles achter hem gebeurt, dat die man niet even omkijkt wat er allemaal gebeurt. Heel erg dus gerelateerd weer aan de context, aan de betekenis van die plaat. En bij Johan viel dat niet zozeer op. Hij vond meer van ja, hij vond het wel een beetje raar getekend. En die schaduwen klopten niet helemaal zoals die getekend waren. En dus zat er veel meer weer in de fysieke details, zeg maar, waarin hij, waar hij zijn aandacht op vestigde. Hmm. En dat was één ding wat opviel. En een ander taakje waarbij hij aan de hand van een aantal kaartjes een soort stripverhaal moest leggen in de goede volgorde. En dan vervolgens vertellen van, ja, waarom ben je tot die volgorde gekomen? Vertel eens, wat gebeurt hier dan? Dat je dan merkte dat hij sowieso moeite had om tot een verhaaltje te komen. Maar ook als hij de toelichting gaf, dat hij eigenlijk dat heel weinig deed op basis van wat de personen in dat verhaaltje allemaal deden of wilden of dachten of voelden, hè, die theory of mind. Maar veel meer van, ja, hij staat hier meer links op het plaatje en hij schuift steeds meer naar rechts. Dus eigenlijk veel meer op die fysieke details, zeg maar. En eigenlijk dus weer miste wat daar eigenlijk in dat verhaaltje gebeurde. Mag ik naar jouw conclusie? Uiteindelijk wordt er van jou verwacht dat je een advies uitbrengt aan degene die het onderzoek heeft aangevraagd. Dat kan een behandelaar zijn, hè, of iemand anders. Met wat voor advies kwam je nou? Eerst tot een soort conclusie. We hebben dus verschillende taken afgenomen. En één taak op zich zegt nog niet zoveel. Hè. Je moet echt kijken, zie je eigenlijk een patroon over de taken heen, waardoor je een soort bevestiging krijgt van, ja, hier wordt toch eigenlijk wel een hypothese bevestigd dat bijvoorbeeld met die centrale coherentie in Theory of Mind niet goed gaat. Dat daar eigenlijk zijn grootste probleem zit. Niet goed snappen wat er om hem heen gebeurt en wat er van hem verwacht wordt. Op het moment dat dat wel duidelijk voor hem is, dan is hij heel goed in staat om een planning te maken, om dat uit te voeren, zolang alles maar duidelijk is, geen veranderingen in de situatie zijn, kan hij heel erg op zijn intelligentie terugvallen. Het is ook iemand die heel erg via redeneren probeert te snappen wat er gebeurt. Dus het kost heel veel tijd en moeite. En die tijd heb je vaak niet als je met mensen bezig bent. Het gaat maar door en terwijl hij nog aan het bedenken is, wat bedoelen ze, is er alweer iets anders aan de hand. Dus het kost heel veel energie en heel veel spanning en stress. En op het moment dat er dat gebeurt, en dat gaf hij in zijn verhaal aan, maar dat zag je dus bijvoorbeeld ook op die test die ik daarnet noemde, dan haakt hij eigenlijk af. Dan zeg je van, oh, dit wordt te spannend voor mij, dit snap ik niet meer. Nee. Ik trek me mentaal eigenlijk terug uit de situatie en ik... En dat kan door anderen gezien worden als van, ja, hij is niet gemotiveerd. Hij komt zijn bed niet uit, maar hij weet gewoon niet, wat moet ik vandaag doen? Het levert hem veel stress op. Ja, ja. Ja. Helpt het Johan dan als hij gaat werken in een heldere omgeving die voorspelbaar is en die niet te veel aan veranderingen blootstaat, met heldere taken, heldere verwachtingen? Ja, eigenlijk, je moet heel erg kijken van waar is Johan goed in? Dus waar kan hij gebruik van maken? Wat vindt hij ook leuk om te doen? Want hij had ook echt wel interesses waar hij iets mee kan. Maar hoe kun je dan een omgeving zoeken waarbij dan die onzekerheid inderdaad en het gebrek aan structuur zo minimaal mogelijk is, zodat hij dat ook kan laten zien? En ook als het om planning gaat, mag je best van hem vragen. Als hij dat maar kan afmaken en dat hij niet gestoord wordt en dat er niet ondertussen weer van alles tussendoor gebeurt waardoor het niet meer klopt, zeg maar, wat hij in eerste instantie doet. Dus niet, want dat vind ik nog wel interessant, het is niet zo dat je denkt aan trainingen of cognitieve ondersteuning of wat dan ook, steun op de plek, op de werkplek, maar dat je eerst kijkt ook naar van, dit is Johan en dit is een omgeving. Kunnen we iets aan die omgeving veranderen? En natuurlijk kun je ook wel... je kunt ook wel... gewoon helpen. Want hij is cognitief heel sterk. Hij kan goed redeneren. Dat is ook een manier om situaties wel te kunnen leren begrijpen. Hè? Dus daar kun je gebruik van maken. En daar zal hij ook baat bij hebben. Als je hem gewoon uitlegt van, nou ja, er gebeurt hier dit en dat. En dat zal Johan in dit geval goed kunnen gebruiken.
Maar hij zal er tegenaan blijven lopen dat als dingen weer net wat anders lopen, dat hij dan weer vastloopt. Ja. Dus dan moet je het eigenlijk vooral gaan zoeken van wat is een passende plek voor Johan, waarin hij gewoon goed tot zijn recht kan komen en zijn talenten kan laten zien. Ja. Oké. Okay. Zullen we het hierbij houden? Volgens mij is Johan geholpen hiermee? Ik weet niet precies. Dat loopt. Ja, hij heeft de uitslag wel gehad, maar hoe het nu loopt en of het allemaal lukt, daar ben ik wel benieuwd. Nou ja, okay. Of hij er inderdaad iets aan gehad heeft uiteindelijk. Ja. Daar is uiteindelijk om te doen. Ja. 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 Nou, dit deel sluiten we af, want ik wil heel snel even doorschakelen naar deel 3. Want we willen het nog even hebben over een paar nieuwe ontwikkelingen. Ja, ondertussen stromen ook de vragen binnen via de chat. Dat zijn er nogal wat. Dus even heel kort eigenlijk. Ja. Want het is natuurlijk best heel veel over het vakgebied te vertellen. En zeker misschien ook over nieuwe ontwikkelingen. Maar ligt er anders even één onderwerp uit. Een onderwerp of een ontwikkeling die jou persoonlijk ook boeit en fascineert. Ja, ik had er inderdaad een aantal bedacht. Ik denk van ja, dat zijn hele interessante ontwikkelingen om te volgen. Nou, wat ik ook omdat ik het een beetje van dichtbij meemaak. Wat ik een hele belangrijke vind is van hoe ontwikkelt zich nou die cognitie door de tijd heen? Als iemand ouder wordt, zie je dan dat die stijlen anders gaan worden. Dat de neuropsychologie van mensen met autisme zeg maar, zich anders ontwikkelt dan mensen zonder autisme. Er is eigenlijk nog vrijwel niks over bekend. Er is heel veel onderzoek gedaan naar kinderen. Daarna ook veel naar jongeren. Langzamerhand ook wat meer naar volwassenen, maar we weten eigenlijk niet als ze nog ouder worden, hoe gaat het dan verder? En is er bijvoorbeeld een grotere kans dat er een dementie komt of juist niet? Hè? Hilde Geurts. En Hilde Geurts is daar echt een voortrekker op dat gebied. En ik denk heel belangrijk onderzoek, omdat eigenlijk in het onderzoek nu kijken we wel naar, hebben we normen voor kinderen en voor volwassenen? Maar hebben we eigenlijk nog niet zo'n goed beeld van hoe dat nou zich verder ontwikkelt? En dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja. Oké, nou het lijkt althans volgens het onderzoek van Hilde Geurts een beetje te dempen, hè, naarmate je ouder wordt, de effecten daarvan, hè, van autisme. Ja, ze staat natuurlijk ook nog aan het begin. Ze heeft wat eerste resultaten gehad, maar dat is eigenlijk, dat heet dan transversaal onderzoek, hè, dus dat je bij verschillende groepen van verschillende leeftijden gaat kijken hoe ze het dan doet. Wat ze nu gaat doen, en dan wordt het pas echt interessant, is dat je mensen dezelfde mensen over de tijd heen echt gaat volgen. En dan kun je pas echt conclusies trekken van wat gebeurt er dan echt. Ja. Maar ze heeft inderdaad wat aanwijzingen dat die cognitie zich wat anders ontwikkelt dan bij mensen met autisme dan bij anderen. Ja. Nog even tenslotte, neuropsychologisch onderzoek is niet een manier om de diagnose te stellen. Hè? Het is onderdeel van een diagnostisch traject. Hè? Ja, ja. Waarin er ook veel meer nog gebeurt dan alleen het interpreteren van tests. Hè? Eigenlijk het overgrote deel van de mensen die ik van neuropsychologisch onderzoek zie, hebben al een diagnose gehad. Dat zagen we net ook bij Johan, die wist al dat hij autisme had. Dus eigenlijk ben verder verhelderen van eigenlijk de vraag, hè, het is vaak heel fijn voor mensen om te weten, of heel verhelderend om te weten van nu vallen dingen op zijn plek, ik heb autisme. Maar dan begint het eigenlijk pas van, wat heb ik dan nodig? En dan kom je eigenlijk bij de wat we dan de handelingsdiagnostiek noemen, of de handelingsgerichte diagnostiek, waarbij je heel precies kijkt van hoe ziet dat autisme dan bij iemand eruit? En wat is dan de ondersteuning op maat, zeg maar, die iemand nodig heeft. En daar is eigenlijk de neuropsychologie vooral, denk ik, heel waardevol in. Nou, mooie afsluitende woorden. Want we zijn inmiddels al bijna 50 minuten onderweg. Dus er valt veel over te vertellen, dat merk ik ook wel. En misschien hebben we ook lang nog niet alles goed genoeg onder woorden gebracht. U kunt deze uitzending later terugzien. Maar u kunt ook de animaties die we hebben laten zien apart terugvinden in ons YouTube-kanaal. Dus daar staan ze ook, daar zijn ze te vinden. U kunt ze ook gebruiken om aan anderen nog eens te laten zien wat dat dan precies is of hoe dat voor u misschien betekenis heeft gekregen. Dit was het. Okay. Bedankt voor je bijdrage en je heldere verhaal. Dankjewel. En ik hoop dat u er thuis ook wat aan heeft gehad. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.